Día de Muertos. Het feest van de doden bij de familie begint bij het maken van een typische saus. Mole. Gefrituurd brood, bananen, sesamzaad, knoflook en andere ingrediënten worden gemalen. Die mengen ze met gestoofde tomaten, ui en pikante chili. 2 dagen lang helpt de hele familie deze saus gaar te stoven. Een van de speciale ingrediënten is chocolade. De volgende ochtend is het tijd voor de inkopen voor het altaar. De hele familie gaat mee om bloemen, fruit, noten, brood en suikerriet te kopen. Thuis wordt er weer hard geroerd in de pot met mole. Ondertussen werken de anderen aan het bouwen van het altaar. 2 suikerrietstengels vormen de boog. En op de tafel wordt een klein altaar gebouwd. Nog een beetje decoratie hier en daar. En de basis is klaar. Op 1 november om 3 uur 's middags krijgen ze bezoek van de overleden familie. Voor hen plaatsen ze de cola, de mole en het andere eten op het altaar. En dan wacht iedereen samen om te toosten op de doden. Gezondheid! Salud! S'avonds is er nog een waken waarbij alle Mexicanen het kerkhof bezoeken. De graven worden overladen met bloemen en kaarsjes. Mexicaanse kinderen verkleden zich graag voor deze gelegenheid. Een beetje eten, nog een liedje erbij en iedereen kan er tegen voor de hele nacht.